Dick Schoenhaker voetbalde in de jaren 70 en 80 liefst 348 officiële duels als Ajax ziet. De voormalige middenvelder die liefst 104 keer scoorde is nog altijd zeer betrokken bij zijn club. Wat was jij voor speler? Hoe kun je jezelf omschrijven? Ja, ik was een speler, dus ja, ik moest het wel hebben van het loopvermogen. Dat is natuurlijk, daar ben ik een beetje ook bekend door geworden. Maar ook door het scorend vermogen voor een middenvelder. Je had natuurlijk een spits. In die tijd was Ruud Geels onze spits, die dus goed was voor ruim 30 goals. En daarnaast hadden we dus een groep spelers als middenveld die ook veel scoorden. En ik was altijd rechts binnen, dus ik was altijd wel bij het doel aanwezig. Dus ik was wel gebrand om graag te scoren. Hoe kijk je terug op die 9 jaar in het eerste? Goed. Ja, alle kampioenschappen natuurlijk. En dat zijn er dus 6 geweest. Nou, dat is toch niet slecht, hè? Bij Ajax was geloof ik de policy 2 jaar kampioen, 1 jaar niet. 2 jaar wel. Maar ja, als het de ene jaar dus niet was, dan was het er ook ziek van. Dus vind ik jammer dat ik die andere 3 jaar dus geen kampioen ben geworden. Carrière, ben je nog bij de Ajax amateurs gaan spelen ook? Ook nog. Lukt Ajax natuurlijk daarbij ook met wedstrijden? Ik heb zoveel gespeeld. Sjaak Zwart zou wel topscorer zijn met alle wedstrijden, maar ik denk dat ik goed tweede zal zijn, denk ik. Buiten dat ik natuurlijk gespeeld heb en dan bestuurlijk in Ajax ben ik ook sinds 8 jaar, dus mijn 8e jaar, teammanager van Jong Ajax, de belofte. En daar ben ik 8 jaar geleden mee begonnen. Op verzoek van Johnny van het Schip en Marco van Basten. En dat was tot de dag vandaag vind ik het hartstikke leuk om te doen. Het kost niet zo heel veel tijd. Het is een vrijwilligersfunctie. Omdat ik dus daarnaast gewoon mijn vak heb als assurantieadviseur. Vind ik het gewoon hartstikke leuk om te doen. En waar ik die jongens kan helpen, zou ik het graag willen doen. Dat is een beetje de insteek van het. Van het leiderschap van Jong Ajax. Wij spelen op maandag de competitie. En nou, wat er rond het elftal gebeurt, en dan heb ik het over ontvangst van de tegenpartij. Dat zijn is nog wel leuk voor mij, omdat er, of het nou uit of thuis is, heel veel oud-spelers op dit moment trainen zijn. Of bij de belofte, of bij het eerste elftal die komen kijken. Nou ja, allemaal mensen die rond het voetballerij die ik allemaal nog ken. Dus dat vind ik ook al een soort reunie. Voor mij elke maandag. Het moet wel leuk blijven voor mij, omdat ik het ook als vrijwilliger doe. Schoenhaker is elke maandag in touw voor Jong Ajax. De elftalleider heeft genoeg te doen op de wedstrijddag. We moeten ons verzamelen zeg maar, in de thuiswedstrijd. Als ik dat als voorbeeld kan aanhalen, is 3:30. 4 uur gaan we gezamenlijk. Eigen jongens. Ja. Om 4 uur gaan we gezamenlijk eten. Komt de tegenpartij met hun opstelling. Nou, tegenwoordig moet het allemaal digitaal aangeleverd worden bij de KNVB. Dus dat is allemaal weer een beetje nieuw. Nou, daarnaast ontvangst van de tegenpartij, de trainers van de tegenpartij. Er zijn wat bestuursleden van de tegenpartij die vaak meegaan. Thuis is het, je loopt meer heen en weer om die formulieren op tijd bij de trainers te krijgen. Want die willen graag de opstelling zien. En daarnaast is er niet zo heel veel. Ik zit de bank er wel bij. Want er zijn toch wel dingen die in de wedstrijd gebeuren die je dan toch wel moet zien. Dan komt de eerste Ajax-reunie eraan, Dick? Ja, we hebben natuurlijk de vereniging Lucky Ajax. En de vereniging Lucky Ajax, dat zijn eigenlijk alleen maar voor de leden met een aantal punten die je kan halen door zo lang bij Ajax gespeeld te hebben, zoveel wedstrijden, officiële wedstrijden, om een aantal punten te halen, want anders werd die groep te groot. Maar nu komt de reunie op een andere manier en nu worden de spelers uitgenodigd, al hebben ze maar een halve minuut in het eerste elftal gevoetbald, een officiële wedstrijd. Die worden uitgenodigd. Echt alle spelers die ooit in het eerste hebben gespeeld? Ooit in het eerste hebben gespeeld. Ik kijk er wel naar uit en dan puur voor mij is het natuurlijk leuk voor de periode. In die 9 jaar dat ik daar nog jongens tegenkom die dus in die periode hebben gespeeld die ik jaren niet meer gezien heb. We gaan gezamenlijk naar de wedstrijd kijken. En daarna zullen we even een hapje en een drankje doen. En misschien weer sterke verhalen van vroeger. Hè? Want de verhalen worden alleen maar sterker. Dus dat wordt dan misschien nog wel een leuke avond.